Wij zijn net naar Dambo geweest. Yep. Voor jou de tweede keer? Ja. Voor mij de eerste keer? Ja. Hoe vond je hem? Eerlijk, saaier dan de eerste keer. Oké. Ik vond het bij mij een beetje lang duren. Ja. Een beetje uitgestrekt. Maar ik zat wel continu de film te denken van, waarom is dit nu zo? Waarom? Maar het is natuurlijk wel een familiefilm. En een familiefilm bedoel ik, daar gaan kinderen naartoe met ouders. Die kinderen vermaken zich, zien een prachtig olifantje, ja, heel dat... schattig olifantje, ja. Dat kan vliegen. Wat wil een kind nog meer? Ja. Maar... Het is een heel dun verhaal. Splinterdun. Ja. Maar dat geeft niks. Alle kinderverhalen zijn eigenlijk wel splinterdun. En zeker dit oude verhaal van Dambo. En dat is volgens mij een van de kortste tekenfilms die er ooit is gemaakt door... voor de bioscoop, ja. In ieder geval van Disney. Voor Disney. En ja, dat is nu dan vertaald in een echte, met echte acteurs. Mm-hmm. Het is allemaal voorspelbaar, maar dat is ook zo. Natuurlijk is dat erg. Ja, voor ons doorgewinterde bioscoopbezoekers wel. Ja, maar... onze verwachtingen waren gewoon heel hoog. En ja, daar voldoet de film gewoon niet aan. Nee, daar voldoet de film niet aan, nee. Maar ja... Het is een aardige film. Aardig film. Het is eventjes regisseur Tim Burton, natuurlijk bekend van Alice in Wonderland, bekend van de Batman films. Met zijn vaste muziekmaker Danny Elfman, dat is duidelijk te merken. Leuk om te zien dat Danny DeVito erin speelt en Michael Keaton. Samen, ja. De Batman en Penguin. Dus dat was heel erg grappig om te zien. Maar ja, ik was niet gecharmeerd van de hoofdrolspeler, Colin Farrell. Hij kon mij niet boeien. Hij was echt saai. Hij was heel saai. Heel erg op de achtergrond. En het moest ook de kinderen ook. Geëmotioneerd worden. Nee, ik was niet geëmotioneerd. Ik was geëmotioneerd van het kleine olifantje, maar that's it. Meer niet. Nou, ik meer van die moeder eigenlijk wel. Ik was geëmotioneerd. Mrs. Jumbo. Mrs. Jumbo, ja. Ja. Op zoek naar Mrs. Jumbo. Ik vind ook, er waren ontzettend veel mensen die in de film speelden. Vaste crew, de mensen uit het circus zelf. Die kwamen ook niet uit de verf. Er was geen verhaal rondom bijvoorbeeld de sterke man. Geen verhaal rondom de zeemerminvrouw. Nee. Geen verhaal rondom het Spaanse echtpaar. Nee. Ja, dat is een beetje jammer. Nou, we gaan een punt geven. Wat geef jij? Ik twijfel tussen een 6 en een 7. Ik denk dat ik voor een 6,5 ga dan. Nou, ik ga wel voor de 7 in verband met de familiefilm. Jij gaat hem hoger geven als ik? Ja, okay. Voor deze keer. Maar vanwege de familiefilm. En ja. Moet ik nog niet... Dit is zoals het is. Ja, dit is zoals het is. Dus, ik ben blij dat de trailers voorbij zijn in de bios, want daar werd ik knettergek van. Dus ga hem vooral zien. De trailers waren beter dan de film. Ga hem vooral zien in de bios als je hiervan houdt. En vooral met je kinderen en misschien kleinkinderen. Ja. Ja? Ja. Doei. Doei, welterusten.